dan kijk je naar het gebroken glas. En je lacht het gebroken glas uit. Chaka! Chaka. Oké, Vladi. Mensen vragen me altijd, wat is nummer 1 geheim van succes? Geheim. There's no secret. Mindset coaches, zelfhulpgoeroes en manifestatiemeesters. Al jaren vertellen ze ons dat rijk worden slechts een kwestie is van mindset. Het lijkt een belachelijk idee, maar er zijn genoeg mensen die zich aanmelden voor de cursussen of de boeken kopen. Chaka! Hoe werkt het precies? Kun je er echt rijk mee worden? Om daarachter te komen ga ik langs bij wat iconische Nederlandse succesgoeroes en hun volgelingen. Ik ben in het idyllische Bad Hoeverdorp. Hier woont Daniël van Vuren, een econoom die onder andere onderzoekt hoe mensen rijk worden. Ik ga hem vragen welke rol mindset hierbij speelt. Wat zijn eigenlijk de factoren die bepalen of mensen rijk worden? Nou, wat denk ik heel belangrijk is, onderwijs. Dus er is heel veel onderzoek gedaan naar wat is het rendement van onderwijs en scholing. Nou, dat is gigantisch hoog. Ja. Twee is ondernemerschap. Hè? Dus ondernemen betekent risico nemen. Ja, je kan mislukken, maar als het lukt, dan kun je er ook rijk mee worden. En mindset, welke rol speelt die? Ja, dat vind ik zelf lastig. Ik heb daar te weinig verstand van, vind ik. Is ondernemerschap en studeren, leer je daar ook niet een bepaalde mindset? Of is dat wat anders? Het doorzettingsvermogen is bijvoorbeeld heel belangrijk. Dat is ook wel in studies gebleken, dat helpt bij succes later en ook bij rijk worden waarschijnlijk. Mm-hmm. Denk je dat als je in glas durft te springen, dat je dan ook automatisch meer kans hebt om rijk te worden? Nou, Emiel Ratelband misschien wel, maar degene die in het glas springt, denk ik niet, nee. Volgens professor Daniël kun je beter gewoon je best doen op school. Maar de man himself, Emiel Ratelband, denkt er na 35 jaar praktijkervaring toch anders over. Geïnspireerd door Tony Robbins liet hij vanaf de jaren 90 al mensen in het glas springen om hun doelen te bereiken. Waarom is het idee dat je jezelf succesvol kan denken zo succesvol? Hoe doe je het precies? En zijn er eigenlijk nog wel coaches nodig? Dat ga ik vandaag vragen aan Emiel Ratelband. Hier in dit hotel ga ik met hem doen waar hij zo goed in is. In glas springen. Hi Timmy boy! Hey. Hey! Al veel over jou gehoord? Ja, ik ook over jou. Ja? Nou, ik hoop dat het alleen maar positief was. Ja, alleen toch? Maar positief, hey. Natuurlijk. Dat is een grote kerel, man. Ben je 2 minuten 5 of zo? Nee, maar met positief denken wel. Ja. Wauw, man. Ja, dat is goed, hè? Fantastisch. Super, super, super. Nou, helemaal top. Ik heb wat dingetjes meegenomen, want ik weet niet wat je... Ja, die kan ik ook wel gebruiken. Dus dat ook leuk. En dan heb ik bij mij, als het fout gaat, de Jesus Nikes. Ja. Want je moet natuurlijk wel, als het goed is, verticaal dit pand verlaten. Ik heb handschoenen bij me, want het glas wat kapotgeslagen wordt, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Dan heb ik dit bij mij. Daar ben ik speciaal op getraind, dat zie je. Het bloed zit er nog aan, zie je dat? Kijk. Ja. Het bloed zit er nog aan. Dat als het fout gaat, dan trek ik daar de glassplinters meteen weer weg. Okay. En daarna breng je weer naar het ziekenhuis. Nou, oké, kerel. Ik ben hier gekomen voor jou. Ja, jij wilt iets doen, iets veranderen, iets... dus eigenlijk wil je in het glas springen. Ja, ik wil ook heel graag begrijpen hoe dat in het glas springen helpt bij het bereiken van je doelen. Oké, dat wil je begrijpen. Dat moet een functie hebben. Zodat er een noodzakelijkheid ontstaat in jouw hoofd, dat jij dus die ombedraai kunt maken. Want namelijk, hoe werkt het eigenlijk? Hè? Het is heel belangrijk dat je dat realiseert. Het focus bepaalt je denken. Dat denken, hè, dat bepaalt je humeur. Dat bepaalt je stemming. Maar die stemming, die bepaalt jouw gedrag. Dat gedrag heb jij geëtiketteerd met plezier of je hebt het geëtiketteerd met pijn. Dat verwordt tot een gewoonte. En die gewoonte, dat bepaalt jouw karakter. En dat bepaalt jouw noodlot. Zo. Dus jij hebt nu een doel. Je wilt alleen maar weten van hoe helpt dat glas mij nu
om daar te komen waar ik wil komen. Maar het is geen kennis, het is een doen. Dus al datgene wat jij wilt, dat is een verlangen. Er is niemand die zegt, hey, ik spring in het glas. Tijdens mijn privé-seminar van Emiel merk ik dat hij wat begint af te dwalen. Of ik ga dood, of ik sta op. En zo krijg ik een stukje van zijn levensverhaal mee. Ik zag er zo uit, ik was ongeveer een kleine 200 kilo geworden. Wie is de makkelijkste, de mooiste, de sterkste persoon hier in deze badkamer? Yeah, tjaka! En dus uiteindelijk heb ik het hele systeem van popjes kunnen verkopen aan Michael Jackson. Gelukkig pakt hij de draad weer op en gaan we verder met de sessie. We hebben allemaal ons potentieel. En dat potentieel is ongelimiteerd. Maar dat denken, dat kun je niet, want je zit namelijk in die doos. Dus mijn overtuiging werd van een belemmerende overtuiging naar een positieve overtuiging van, ja, dan gaat die overtuiging gaat anders, maar dat potentieel blijft gelijk. En dan gaat je acties gaat anders worden. En je reacties, hè, het resultaat gaat anders worden. En dat is een bevestiging van die nieuwe overtuiging die ondersteunend is en waardoor je krachtig is. En waardoor je alles uit dat potentieel haalt wat noodzakelijk is om succesvol te worden. Want succesvol zit in je hoofd. En dan zit je dus in die positieve visieuze cirkel. En mijn metafoor vandaag is voor jou om te laten zien dat als je werkelijk iets wilt bereiken, dan is het alleen een kwestie van voor jezelf om een beslissing te nemen. Een beslissing te nemen van oké, iets te doen wat onmogelijk lijkt. Eindelijk is het dan zover. Mijn eerste sprong naar succes. Maar eerst doet Emiel het even voor. Je gaat dus op die stoel staan. En je kijkt omhoog. En als je omhoog kijkt, zie je jezelf staan, gezond en met plezier het gebroken glas. Dan kijk je naar het gebroken glas. En je lacht het gebroken glas uit. Dan kijk je naar die mensen in de zaal. En je ziet die man kijken. En dan denk je, wauw, volgens mij is die bang. Je kijkt naar die vrouw. En die vrouw die kijkt jaloers dat jij daar staat. Want jij bent de bink en zij durft er niet. En hij kijkt jou aan. Zo met die gedachten in zijn ogen. En zo van, doe het niet. Ik wil je redden, ik wil je redden. Doe het niet. En ik stel jou de vraag. Spring je voor mij? En het antwoord is... Nee. Nee. Spring je voor hen? En het antwoord is... Nee. Voor wie spring je dan? Voor mezelf. Je hebt het al begrepen, mijn grote vriend. En je springt recht in het glas. Je blijft staan wat er ook gebeurd is. Je maakt je rechtervuist. En je zegt dat ene woord dat is... Chaka! Waarom chaka? Omdat chaka voelt beter dan shit. Zo. Kijk omhoog. Zie jezelf staan, gezond en met plezier. In het gebroken glas staan. Adem in, adem uit. Kijk omhoog. Kijk naar beneden naar het glas. Lach het glas toe. Kijk naar de mensen om je heen. En ik stel je de vraag, spring je voor hen? Nee. Spring je voor mij? Nee. Voor wie spring je dan? Voor mezelf. Spring. Hop. En kijk, thuis niet doen, maar je ziet het, Tim heeft het gedaan. En gezond en veilig staat hij in het glas. Ik hou van jou, jongen. Ik ben een kanja. Bedankt, Emiel. Zo. Dus kijk, wij hebben niet overal antwoord op. En dat hoeven we ook niet te hebben. We kunnen het alleen voelen als we het doen. En als je een doel hebt, als je een droom hebt, als je een verlangen hebt, maar je weet dat het licht schijnt. En het licht schijnt niet alleen aan de buitenkant, maar het schijnt vooral daarbinnen in jou. Want jij bent het licht. Oké, het springen in glas gaf best een lekkere high. En ik voel me al een tikje succesvoller. Misschien is dit wat ze zelfvertrouwen noemen. Ja, Emiel, het was erg overtuigend. Mm-hmm. Maar ik vroeg me af, en na jou zijn er nog heel veel meer coaches gekomen in Nederland. Waarom is dat, denk je? Omdat er een behoefte is. We zijn in een andere tijdperk gekomen. We begonnen in 1986, dus dat is 35 jaar geleden. Toen was er alleen maar de overlevingsmodus. Vandaag de dag leven we in een ander tijdperk. We zijn er niet van dat visuele meer, we zijn meer van het kinesthetisch. Kijk naar MeToo, kijk naar mensen die zich beledigd voelen omdat iemand ze pest, of iemand ze uitscheldt, of iemand ze van racisme betuigt. Dat zijn allemaal emoties. En dus door die emoties krijgen we natuurlijk een heel ander wereldbeeld. En vanuit dat andere wereldbeeld stappen we over naar een nieuwe dimensie. We vallen terug naar de zwarte middeleeuwen.
Of we gaan door naar verlichting. En coaches kunnen daarbij helpen. En coaches dus, dat is zo fantastisch dat je dat vandaag de dag ziet. Dat van de 18 miljoen Nederlanders zijn de 9 miljoen zijn de coach. En die coachen die andere 9 miljoen. Zo, dus dat is een interactie wat eerst door één persoon gedaan werd. Dus 35 jaar geleden door mij. Wordt nu gedaan door 8 miljoen mensen. En jij gaat nu weg. Jij gaat nou emigreren naar Thailand. Ja. Kan Nederland wel zonder jou, denk je? Ik heb mezelf die vraag niet gesteld. Oh. Ik heb besloten voor mijzelf... Mijn werk is gedaan. Want er moeten andere mensen moeten opstaan. Er moeten andere mensen die het op een andere manier doen. De taal van vandaag spreken. Die de jeugd aanspreken. Want de toekomst is aan hen. Mag ik je bedanken? Mag ik jou bedanken? Mag ik je neug geven? Broeder van me. He? Je bent mijn broeder. Bedankt, Emiel. Ja. Ik dank je niet. Ik dank jou. Emiel maakt ruim baan voor de nieuwe goeroes. Vandaag ga ik op bezoek bij een van de nieuwe goeroes om een sessie mee te maken. Deze goeroe nam het letselschadekantoor van haar moeder over en wist dit op een mindful manier uit te breiden. Haar naam? Steffi Rose Dumain. En via haar nieuwe cursus deelt ze haar geheim met andere mensen. Jij hebt een boek geschreven, Mindful and Millionaire. Klopt. En hoe ben jij miljonair geworden eigenlijk? Ja, eerst heel onmindful door heel hard te werken. En toen ging ik naar Burning Man. En toen ben ik niet heel hard gaan feesten, maar vooral... eigenlijk alle spirituele dingen gaan doen. En veel daarvan is ook in je boek beland. Klopt, ja. Want dat was echt de start van mijn spirituele reis. Iedereen dacht op kantoor van... oh nee, nu gaat het slecht met de business. Nu wordt het vast minder commercieel, minder zakelijk. En ik dacht, weet je, ik zie het wel. Want dit heb ik gewoon nodig. En toen keek ik naar een paar jaar terug. En toen dacht ik, wow, het is eigenlijk gewoon veel beter met het bedrijf gegaan. Het is heel hard gegroeid. En de omzet is van, ik denk 2 miljoen voor mijn spirituele reis naar 6 miljoen daarna gestegen. Toen mijn werkweek van 80 uur per week naar 20 uur per week. Dus ik dacht, dit moet ik delen. Nu gaan we straks ook nog een cacao-ceremonie doen, toch? Ja. En wie verwacht je dat er allemaal op afkomen? Wat voor mensen? Heel wisselend. Dat vind ik ook wel heel tof aan zoiets als cacao. Dat het niet alleen maar zweefteven of heksen aantrekt. Maar ook mensen die hard aan het werk zijn. Echt van alles. En ook mensen die rijk willen worden misschien. Ja. Ja, ik denk wel. Anders knap je natuurlijk keihard af op de naam. Wat ik ook begrijp. Ik bedoel, de naam was ook bedoeld om een beetje te triggeren. En om gelijk mensen aan het denken te zetten. Het is 8 uur en de cacao-ceremonie gaat beginnen. Langzaam druppelen de deelnemers binnen en mogen ze meedoen aan Steffi's eerste sessie in haar prille carrière als goeroe. Welkom allemaal. Heel bijzonder om hier te zijn met iedereen tot bijna volle maan is. We gaan zo meteen cacao drinken, mediteren, visualiseren, een beetje bewegen, heupjes los. Het is cacao is heel licht, heel zacht. Ik voel echt dat een beetje mijn hart wordt geopend, dat ik iets liever wordt dan de kattengezelf, die ik meestal ben. Ja, ik doe het thuis ook heel vaak, dus met nieuwe maan of volle maan. Ik vind het altijd heel mooi om te zien wat er gebeurt. Soms gaan mensen huilen, soms worden mensen vet vrolijk, soms krijgen mensen allemaal inzichten. Dus kijk gewoon wat het met je doet en als het niks met je doet, is ook oké. Is hij een beetje lekkerder? Ja? Fijn. Mag je je ogen sluiten als dat fijn voelt of naar een plek op de tafel kijken? En kun je nu voelen hoe je billen contact maken met de stoel? Hoe je hier zit? En hoe voel je je vandaag? Heb je de drukte nog meegenomen? Kun je dat allemaal van je af laten glijden? En laat alles wat je achter je wil laten van vandaag, gooi het weg met je uitademing. Laat het allemaal van je afglijden. Welkom terug. Ik vind het zelf altijd fijn om eerst even alles intern te laten bezinken. En daarom vind ik het fijn om even een nummer op te zetten. Mag je met je ogen dicht lekker bewegen. En dan kunnen we hierna delen wat er in je opkwam. Ogen dicht doen en gewoon helemaal alles observeren wat er jou verteld wordt.
gewoon alles lekker laten stromen. Je energie op gang brengen. Even lekker los. Om alles wat je net voor je zag een plekje te geven. Ja, je mag weer rustig komen zitten. Ja. Denk je dat het ook kosmisch bepaald is dat jij miljonair bent? Nee, ik geloof niet zo heel erg in dat alles al voorgezet is. Dat vind ik ook niet zo leuk om te denken, want dan is alles al bepaald. Ik geloof meer dat je met je energie, af en toe met je geluk, met de goede dingen doen, dat je dan, ja, daar geloof ik meer in. En de goede dingen, waar moet ik dan aan denken? Ja, als ik naar mezelf kijk, voordat ik überhaupt spiritueel werd, was ik dus heel hard aan het trekken en aan het doen. Maar als ik dan een dag heel hard had gewerkt, dan deed ik vaak dingen dat ik achteraf dacht, zo handig was dat helemaal niet. En nu ik wat spiritueler denk, weet ik van, oké, dit vind ik eng om te doen, dit vind ik spannend, maar dit brengt mij echt verder. En dat noem ik de goede dingen doen. Dus de spannende dingen, maar die je echt wel verder gaan brengen in je carrière. Ja, en merk je dat andere miljonairs in jouw omgeving ook moeite hebben met spiritualiteit? Of daar nog dat nog niet hebben ontdekt? Ja, ik merk altijd mensen, tenminste inderdaad zaken, mensen zijn vooral mannen met wie ik dan contact heb om andere ondernemers, dat die wel naar me toe komen en zeggen, hoe doe jij dat nou? Dat je ook die rust ervaart, dat je echt kan genieten, dat je niet al het gevoel hebt dat je iets moet doen. En heb je andere mensen ook daar dat kunnen leren al? Lastig eigenlijk. Ik richt me nu vooral op van, oké, hoe begin je, waar begin je? En om ze daar helemaal mee te nemen. Oké. Dus andersom eigenlijk, met spiritualiteit miljonair worden. Ja, eigenlijk wel. Wat zag je voor je als je meest succesvolle versie van jezelf? Had iemand een heel duidelijk beeld of een soort woord? Ik had zelf meer spreken of iets, terwijl ik er helemaal niet zo van hou. Maar dat kwam best wel duidelijk naar voren of iets. Oh, wat cool. Gewoon meer aanwezig zijn. Ja. Ja, meer jezelf laten zien. Ja. Ik zie mezelf echt gewoon, ja, mensen helpen, dat inspireren. Ja, dat. En dan als laatste ook graag, of je in heel kort, in één woord of één zin, de actie wilt delen die je volgende week gaat doen? Investeren. Niet alleen met geld, maar ook gewoon met tijd en dingen die belangrijk zijn om dat leven te gaan leven. Mooi, ja. Ga nadenken over deze avond. Mooi. Het is ook belangrijk om dingen een plekje te geven. Ja. Dank jullie wel. Ik vond het heel bijzonder om jullie zo live te mogen doen. Ja, dank je. Terugkijkend op de avond weet ik nog steeds niet wat nou de juiste mindset is om miljonair te worden. Volgens Steffi moet je gewoon luisteren naar je gevoelens als je miljonair wilt worden. Wat exact het tegenovergestelde is van wat Emiel aanbeveelt. Mindset-goeroes helpen je op allerlei manieren om miljonair te worden in je fantasie. Dat is best wat waard. Maar zoals Daniel zegt, het geld moet uiteindelijk op een andere manier verdiend worden. En dan helpt wat startkapitaal meer dan een glaasje bittere cacao. En daar heb ik het geluk gehad dat ik Michael Jackson tegen het lijf aangelopen ben. Via een allerlei toergangen. En dus uiteindelijk heb ik het hele systeem van popjes kunnen verkopen aan Michael Jackson.